Op het prestigieuze filmfestival van Cannes werd afgelopen zaterdag een nieuw pareltje bekroond met de begeerde camera door. De gelukkige winnaar was de film Armal, het indrukwekkende debuutwerk van regisseur Halfdan Ulman Teundel. Deze getalenteerde filmmaker, wiens afstamming en erfenis draagt van twee grootheden in de filmwereld, Ingmar Bergman en Lief Ulman, wist met zijn productie de harten van de jury te veroveren. Opmerkelijk is dat het Nederlandse Kepler film een hand had in de totstandkoming van dit cinematografische meesterwerk. Armand vertelt het aangrijpende verhaal van een alleenstaande moeder wiens wereld op zijn kop wordt gezet wanneer haar zoon beschuldigd wordt van een verontrustend incident op school. De thematiek van deze film raakt aan gevoelige kwesties en biedt een diepgaande kijk op de complexiteit van menselijke relaties en het streven naar rechtvaardigheid. Het is dan ook geen verrassing dat de film de aandacht trok van de jury en het publiek in Cannes. Hoewel de eer van het in ontvangst nemen van de prijs naar de regisseur ging, was het een vertegenwoordiger van de Franse distributeur die op het podium verscheen om de award in ontvangst te nemen. Reden: Ulman Teundel bevond zich volgens berichten nog onderweg naar het festivalterrein, naar verluid vast in een taxi. Een ironische wending in een avond vol hoogtepunten. Een van de sleutelfiguren in Armand is de getalenteerde Noorse actrice Renate Reinsve, die eerder al indruk maakte in kan met haar rol in de Worst Purse in the World. Haar betrokkenheid bij Armand voegde een extra dimensie toe aan de film en haar succesvolle geschiedenis in kan zorgde voor extra glans. Het is bekend dat Ulman Teundel, geconfronteerd met de uitdagingen van financiering en productie, bijna de hoop had opgegeven voordat het tij keerde. Het verhaal van Armand is niet alleen een triomf voor de filmmakers, maar ook een inspiratie voor doorzettingsvermogen en creatieve passie in de filmindustrie. Met zijn diepgaande thema's en meeslepende vertelling belooft deze film een blijvende indruk achter te laten in de wereld van cinema.